bij de familie Buddenbrook in Duitsland voelt de tuin weer wat ruimer na alle werkzaamheden. Maar ze worstelen nog wel met een ander probleem. Xavier wil naar buiten. Hoe gaan we dat doen? Ja, dat is goed. Of ik eens drinken? Dat doet hij gewoon terug. Doet hij nog gewoon terug. Gewoon terug doen. Ja, dat is goed. Hoe doen we dat? Ja, geen idee. Ja, ik zou misschien daar. Ik kan niet op liggen. Ja, dan ja. Met kussen, ja. Even kijken. Dankjewel. Oh, zo irritant. Wifi is er. Ja, doe buiten. Ga buiten. Niet hier binnen. Hop, ga weg. Xavier is door een noodlottig ongeluk aan de bank gekluisterd. Omdat? Jouw voet moet toch hoger als je knie, of niet? Ja, zo. Kijk maar. Nee, jouw voet is niet hoger als je knie. Meteen wel. Ja, maar dat zei ze niet. Ze zei, ja, dit moest hoger als de knie. Dit? Ja, kijk. Iets hoger, toch? Zal ik slaan? Ja, dat is goed. Gisteren waren we in de tuin een beetje op aan het ruimen in Heerlen. En ze hadden de weg geblokkeerd, een paar jongens. Dus liep ik over de trampoline en toen kwam een kind die sprong naast mij. Zodat ik viel en ja. Ik was ervoor gelopen met de spullen en toen ik terugkwam, zag ik hem liggen. En ik dacht van ja, dat is een grap, want ik hoorde hem niet huilen. Dus ik geef hem nog zo'n schopje onder de kom. Dus ik kom jongen. En later na hoorde ik pas wat er aan de hand was. Niemand zei op dat moment van wat er met zijn voet was. Ja, ze waren allemaal aan het lachen. Ja, ze waren allemaal aan het lachen. Dus daarom, omdat iedereen aan het lachen was, dacht ik, het is een grap. Hij ligt daar gewoon op de grond, weet je. Maar blijkbaar niet. Toen had ik een gebroken enkel. Of nou ja, gebroken weten ze nog niet helemaal zeker. Ik moet een weekje in het gips. Dan moeten ze kijken met een röntgenfoto. Voor, kan je ook je mond houden? Dan moeten ze. Dan kunnen ze pas kijken met een röntgenfoto waar het echt is. Even afwachten wat ze dan volgende week gaan doen, hè, jong. Hopelijk is hij dan loopgips, toch? Ze waren nog lopen. Ja. Ik mag niet lopen, alleen als ik naar de wc moet met krukken. Vooral liggen en commanderen. Pak me wat drinken, pak me dit, pak me dat. En jong, maar dat mag nog ook wel. En ook naar school gaan zit er voor Xavier even niet in. En dat nu net sinds een week de middelbare scholen weer open zijn. Hij blijft deze week, aankomende week thuis. En dan moet hij thuisscholing gaan doen. Ja, je zit natuurlijk met de corona. En hoe willen ze hem dan daar helpen met een rolstoel? Of, want hij mag niet lopen en die afstanden met de kruk, dat is niet te doen. En nu kan je ook niet meer met mij rennen. Niet met mama alleen.